zit hier vandaag met de Focal Batiste, een high-end draadloze hoofdtelefoon van Focal. Met een verkoopprijs van €799, maar blijf vooral even hangen. Op het einde van de video krijg je een speciale aanbieding van Audio Frenzy. Batiste is hun meest recente model, een draadloze hoofdtelefoon. Die hebben ze eerder gehad in de vorm van de Listen Wireless. Maar ze hebben op dit moment besloten om er meer een high-end touch aan te geven. Zowel qua look en feel, als ook qua technieken die intern gebruikt worden. Focal Batiste is een van de beste draadloze hoofdtelefoons die ik tot nu toe gehoord heb. Zeker in zijn prijsklasse springt hij er behoorlijk bovenuit. Absoluut niet te vergelijken met concurrenten die in het prijssegment iets lager zitten. Focal Batiste is een van de eerste draadloze hoofdtelefoons die ik gehoord heb die in zijn prijssegment kan concurreren met bedraden hoofdtelefoons, wat echt wel een unieke future is. Je ziet dan ook dat de technieken en de kennis en de know-how over luidsprekers, over geluidskwaliteit die Focal heeft in een high-end luidspreker, zat dat ook in deze hoofdtelefoon verwerkt zit. Alle drivers, alle hoofdtelefoons worden handgemaakt in Frankrijk, in de buurt van Saint-Étienne. Neem bijvoorbeeld de M-vormige driver, die gebruiken ze ook in de Celeste en in de Claire MG. High-end klinkt misschien heel erg duur, maar voor €799 koopt men zowel optisch als klanktechnisch echt een hele goede hoofdtelefoon. De openheid en de dynamiek die zij weten te halen uit een draadloze hoofdtelefoon met een gesloten ontwerp en noise cancelling is echt heel erg knap. Geluidstechnisch denk ik dat die voor alle genres echt wel sterk uit de verf komt. Zowel voor klassiek als voor jazz is het middengebied heel mooi open, een hele mooie staging. Voor pop en rock zit er genoeg laag in, heel mooi strak. Niet zoals concurrenten, maar met de equalizer setting kan men als men het te weinig laag vindt altijd een klein beetje bijsturen. Door de goede active noise control, prettige draagcomfort, denk ik echt wel dat dat een mooie alledaagse hoofdtelefoon is. In vliegtuigen, op de fiets, in de bus, in de trein, in de tram, in de metro, noem het maar op. Maar ook thuis. Net zoals ik net ook benoemde, dat hij echt wel kan concurreren met bedraden hoofdtelefoons. Ik denk dat hij ook voor thuis echt een hele mooie hoofdtelefoon in huis haalt. Ook qua look and feel merk je dat het echt wel een luxe high-end hoofdtelefoon is. Mooi leer aan de bovenkant, goede oorkussens die uiteraard ook vervangbaar zijn. En ook de buitenkant die zich mooi stevig aanvoelt. Evenwel ook als de hoofdtelefoon iets langer gemaakt is, merk je vaak dat hier wel wat frictie op kan ontstaan. Omtrent de functionaliteiten, de hoofdtelefoon heeft 30 uur Bluetooth batterij. Mocht men onderweg zijn en de hoofdtelefoon is bijna leeg, men wil bijna uit huis gaan en de hoofdtelefoon is bijna leeg, kan binnen 15 minuten kan de batterijduur met 5 uur verlengd worden. Alle spraakassistenten zitten ingebouwd. Google, Amazon, Alexa. Men kan ook telefoneren. Er zitten 8 microfoons ingebouwd om de juiste weergave te geven tijdens telefoontjes. Dan het uiterlijk van de hoofdtelefoon. Men is veel onderweg tegenwoordig. Stijl hoort daar vaak ook wel bij. Hij is heel licht, heel comfortabel. 350 gram slechts. Dus een handige case zit er standaard bij geleverd. In de case kan men de hoofdtelefoon bewaren. Ook de kabels zoals de oplaadkabel, de analoge kabel, maar ook de dakkabel kan men hierin bewaren. De hoofdtelefoon kan op 3 manieren gebruikt worden. Ofwel met Bluetooth, de nieuwste Bluetooth 5.1 module zit erin met alle aptX coderingen. Ofwel via een analoge 3.5 jack kabel. Ofwel met een USB kabel waardoor men de interne dak in de hoofdtelefoon gebruikt en kan streamen tot wel 24 bit 192 kHz.
behoorlijk verschil ten opzichte van Bluetooth. 24 bits, 192 kHz. Het zorgt ervoor dat de bestanden veel groter kunnen zijn en men nog veel meer detail uit de muziek kan halen. Hiernaast is er een handige applicatie van Focal en Neem. Neem werkt samen met Focal. In deze applicatie kan men van allerhande dingen instellen. Neem bijvoorbeeld de lampjes aan de buitenkanten kunnen worden gedimd of uitgezet worden. De Active Noise Control kan worden aangepast naar eigen smaak. En er zit ook een equalizer functie in waardoor je de muziek precies zo kunt afstellen zoals men dat zelf wil. Geluidstechnisch een van de beste, zo niet de beste draadloze hoofdtelefoons die ik gehoord heb. Puur en alleen de bouwkwaliteit heeft Focal echt weten te overtuigen dat €799 voor een draadloze hoofdtelefoon helemaal niet veel is. Zeker als men hem beluistert, gaat er echt een hele wereld voor je open. Tijdelijk is de Focal Batis voor €789 verkrijgbaar, inclusief 2 maanden gratis Qobuz. Qobuz is een high-end streamingdienst, ideaal om de dakmodule van de Focal goed te testen. Wil je de Focal Batis een keertje komen beluisteren en bekijken? Kom dan vooral langs bij Audio Frenzy in Maastricht.